Een hele goede morgen allemaal en welkom bij het hoofdkwartier van Walnut. Oftewel ik ben Walnut, maar... Welkom allemaal bij een nieuwe video. We zijn vandaag weer, zoals ik net zeg, in het Walnut hoofdkwartier. En ik kan al gelijk zien dat het lampje van mijn drone daar in de verte aanstaat. Wat betekent dat wij post hebben. Ik ben erachter gekomen namelijk dat als het lampje op de drone brandt, zoals nu, dat er post in de brievenbus zit. Oftewel post in de drone. Dus laten we erop klikken. En een experimenteel toetje. Oké, laten we maar gewoon openen. Ja, ik wou dat zeggen, anders moeten we 64 keer moeten we erop klikken. 64 experimentele toetjes. Nog een keer 64 experimentele toetjes van meneer KB. Hier, ik hoorde dat je dit kon gebruiken. Kusjes XOKB. Scaffolden, jongens. Ik heb inderdaad gezegd dat ik dat nodig heb. En daarom is de alliantie met meneer KB zo goed. Hij zorgt voor scaffolding. En dan nog een blije brief. Het leuke is, ik heb in de vorige aflevering een boze brief achtergelaten. Beste meneer Keizerbroodje, ik, de opperbevelhebber Walnut, zie dat jij opgegroeid bent in de kerk. Doe nou eens die deuren achter je dichte tocht. PS, de drones en balkonnen zien er goed uit. Groetjes, ik. Laten we nu dan de blije brief lezen. Beste knalnut? Hoezo knalnut? Aankomende week wordt er op de begane grond een toiletruimte geïnstalleerd en KB's koffiebalie. Oh, daar staat meneer KB dus voor. Meneer koffiebalie, nu snap ik hem. Wat een leuk nieuws, hè? Hier heb je wat vreten. Groetjes KB. PS, mijn deur sluit niet goed. Kan jij die klusjes maar bellen? Alvast bedankt. Heeft hij zijn deur openstaan? Wacht even. No way dat hij zijn deur open heeft staan. Oh, hij heeft hem dicht gedaan. Goed zo. Oké, zijn deur sluit niet goed, blijkt dus, jongens. Laten wij even... Waar gaan we dit allemaal stoppen, dit spel? Weet je, ik heb wel een idee. Laten we eens even naar beneden gaan. Kijken of hij al is begonnen aan de meneer KB's koffiebalie en de toiletruimte. Ik zie vanaf hier nog niks. Ik denk dat hij nog niet is begonnen. Hij is ook aankomende week. Dus misschien dat dit er echt pas geleden in is gestopt. Nee, er is nog niks... Niks te zien, in ieder geval. En ik had net zo zin in een lekker koffietje. Ja, laten we de scaffolding hierin stoppen. Even mijn spulletjes sowieso netjes verdelen. Ik heb echt... Jongens, ik weet wat we gaan doen deze aflevering. Ik startte de video met het idee. Ik zie wel wat er gaat gebeuren. Maar nu, ik ben met mijn kist aan het klooien en zo. We gaan absoluut 100% een kistruimte maken. Een plek waar ik mijn kisten gewoon kwijt kan. Een soort opslag. Dat is echt nodig. Het is echt heftig hoe slecht mijn opslag op het moment is. En ik denk dat ik dat hier wil gaan doen. Maar daarvoor moet ik ook een beetje alles mooi gaan maken boven en zo. En ik denk dat hier dan de kistenruimte komt. En ik ga het een beetje markeren als een soort opslag. We moeten nog even kijken. Laten we het doen met de timelapse. Daar zijn we weer naar een prachtige timelapse. En wat ben ik blij met het resultaat. Je kan al een klein balkonnetje daar zien. En ik zei, we gaan even een kistenkamer maken. En het laatste wat ik gedaan heb, is een kistenkamer gemaakt. Niet eens het laatste, ik heb gewoon geen kistenkamer gemaakt. We zijn ook inmiddels een paar dagen verder in het leven. Er heeft een heel weekend tussen deze timelapse en het moment gezeten dat ik nu weer verder ga opnemen. Dus eigenlijk zijn we 4 dagen verder in het leven, maar voor jullie is het gewoon een minuutje. Het scheelt helemaal niks. Laat ik even een kleine rondleiding geven met wat ik allemaal gedaan heb. Ik heb ten eerste niet de kistenkamer gemaakt. Ik zei dat ik dat ging doen, maar dat hebben we niet gedaan. Want ik kreeg later een heel andere ingeving. Ik dacht, weet je, dat gaan we doen. We gaan helemaal niet de kistenkamer op die plek maken. Ik heb ten eerste de hele vloer, de hele structuur van de vloer aangepast. Het was eerst natuurlijk 1 grote platte vloer. Ik heb allemaal gaten in de vloer gemaakt en ik heb er gewoon 1 groot, ja...
balk of zo waar je op loopt. Ik weet niet, ik vond het wel heel futuristisch eruit zien. Leuke lampjes die erop zitten. Ik weet niet wat ik hier beneden wil doen. Misschien niks, maar we moeten in ieder geval nog een keertje mooi belicht. Want overal die toortjes is natuurlijk ook niet mooi. Dan heb ik de trap hier naar beneden heb ik even geüpgrade. Dat was geüpgrade even gewoon in het nieuwe design verwerkt. Er is daar een nieuwe brug gemaakt. Ja, ik weet niet, ik denk een pad slash brug. Ik weet niet echt hoe je het moet noemen. Ik dacht, het is wel heel futuristisch als je binnenkomt dat er dan gewoon een pad over alles heen gaat. Ik weet niet hoe ik het uitleg, jongens. Het ziet er gewoon leuk uit. En dat is het belangrijkste. Vervolgens heb ik hier een trap omhoog gemaakt, waardoor je hier ook kan komen. En hier staan nu even tijdelijk mijn kisten helemaal gesorteerd. Ik dacht, weet je, we kunnen net zo goed gewoon even tijdelijk hier plaatsen. Dan hoef ik in ieder geval niet meer elke keer naar buiten en hier midden op mijn pad. Dan heb ik nog wat nieuwe feng shui toegevoegd door hier ook even binnentuintjes te maken. Ik dacht, ik kan daar wel andere leuke dingen doen, maar ik zag iemand een comment plaatsen van, hey Max, weet je, je moet op die twee kleine platformpjes naast de ruggengraat van je gebouw moet je twee tuintjes maken. Hé, jongens, ik vond het een geweldig idee. Dan naast het feit dat het hier beneden dus compleet anders uitziet, heb ik daarboven ook een beetje de structuur aangepast. Dat is helaas niet op de timelapse gekomen, omdat ik letterlijk was vergeten om start timelapse opnemen te klikken. Ik bedoel, ik maak echt al langer dan een jaar op YouTube timelapses in Minecraft. En dit is de eerste keer dat ik oprecht vergeet op het knopje start opnemen te klikken. Maar gelukkig hebben jullie de rest wel van de timelapse kunnen zien. Het stelt ook niet heel veel voor. Ik bedoel, het zijn een paar zwarte lijntjes en een blok is eruit gehakt, daar of neergezet. Meer is het niet. Dat was ook helemaal niet heel interessant, gelukkig. Maar dan gaan we naar boven, jongens. Want we hebben natuurlijk nu deze brug hier. Als ik de lift zo even pak. Die brug hier beneden. Maar dan kan je komen op de manier naast Justin zijn, of oranje shirt gast zijn kantoor, sorry. Heb je nu een soort klein uitbouwtje. Dan kan je hier met de waterlift naar beneden. Ja, heel fancy. Dan kom je hier, dan kan je even zo de tuin inkijken en de farm inkijken daar. En dan kan je de brug overlopen. Ik heb hier van die stipjes wol, omdat hier natuurlijk die lampjes zitten. Dus ik dacht, het is wel mooi om daar even wol overheen te gooien in dezelfde kleur. En hier heb je gewoon een leuk uitzicht over, ja, het gebied hier beneden, weet je. Heb je gewoon een soort, ja, groot uitzichtje. Maar, over uitzicht gesproken, jongens. Wat ik daar wil gaan doen, is heel simpel. Namelijk mijn kistenkamer. En dan zou je denken, hoe wil jij jou daar kistenkamer maken? Maar trouwens, wacht voordat ik erheen ga. Ik bedoel, hier hebben we ook nog een leuk uitzichtpuntje nu over, ja, gewoon over de ingang. Hartstikke leuk. Maar als je je afvraagt, wat wil ik dan daar, of hoe wil ik dan naar de kistenkamer plaatsen? Nou, jongens, ik wil hier ergens in mijn, oh, hier zit een gat in de vloer. Ik wil hier ergens een trap naar beneden maken. Ik denk hier, eerlijk gezegd. Of via het balkon, want je kan via het balkon, kan ik misschien hier naar beneden een trap maken en dat je dan hier een deur naar binnen hebt. Oh, dat komt wel perfect uit. Dat zou perfect uitkomen. Misschien dat ik hier een klein trappetje naar beneden moet maken, jongens. En dat je dan hier zo mijn kistenkamer hebt. En dan wil ik hier een heel balkon maken ter breedte van dit witte gebied. En ik kan ook wel zeggen willen. Maar we kunnen beter doen. Oftewel, laten we maar gewoon beginnen met dat even gaan doen, jongens. Ik kan wel zeggen doen en weet ik wat voor gekke dingen allemaal. Maar we kunnen het oprecht beter gewoon even doen. Ik zit alleen even te denken. Heb ik hier een, nee, ik heb hier geen dubbele laag onder zitten. Dus dat is, oh, ik heb allemaal blokken heb ik weggedaan. Wacht even. Het feit is dat ik nu helemaal naar beneden moet hier. Kan ik deze sprong overleven misschien? Een half hartje. Net aan overleefd. Oh mijn god. Ik wist dat ging gebeuren. Absoluut. Dit was totaal niet geluk. En laten we even de goede blokken bij elkaar rapen. En dan kijken of we hier wat leuks van kunnen maken. Ik denk het wel. Ik denk dat we dit wel kunnen fixen. Ik denk dat ik dan op mijn balkonnetje hier. Dat ik. Oh, dit is heel irritant. Laten we even dit plaatsen zo. Dan heb ik alleen nog maar een carpet nodig. Maar ik denk dat ik op mijn balkonnetje hier. Ik denk op dit plekje. Een trappetje naar beneden wil maken. Even kijken hoor. Hoe gaat dat leuk zijn? Waar kunnen wij dat doen? Vanaf hier misschien? Gewoon een heel simpel trappetje naar beneden. Het hoeft echt niet al te ingewikkeld. Dus dat scheelt. Kijk, een soort klein wenteltrapje die dan op deze manier loopt. Even kijken. Zo. En dan hier naar beneden. Oh, ja, jongens, we hebben hem. Ik denk dat we hem hebben. En dan gewoon een grote doorgang zoals dit hier maken. Even denken, kan dat een beetje? Ja, dat gaat uitkomen. Dan kan ik dit vervangen. Nee, dat kan ik niet vervangen. Oh, maar wacht. Ik denk dat het sowieso eentje hoger moet. Dan wordt het wel krap hier, denk ik. Nou, op zich heb ik er nog wel genoeg ruimte. Het wordt alleen niet heel hoog. Dat is het enige waar ik rekening mee moet houden. Het gaat niet een hele hoge ruimte worden. En dan zou je zeggen, Max, je kan je toch helemaal niet genoeg kisten kwijt? Wat ben je allemaal aan het doen, man? Ik heb helemaal niet zoveel kisten nodig, jongens. Dat is het hele probleem. Of eigenlijk het hele probleem niet. Kijk, en dan hier kan ik desnoods het zo doen. Of kan ik dan niet beter gewoon, wacht even hoor. Misschien twee dik is al beter. Zo. Of één eigenlijk. Wat nou als ik hem gewoon één doe? En dan gewoon het pad zoals dit doe. Hier, wat nou als ik zoals dit doe? Dit kan nog wel eens leuk worden. Wacht even hoor. Ik moet nou eventjes gaan kijken wat ik allemaal kan doen. Ik denk als ik het op deze manier doe, dat dit er nog best wel goed uit kan gaan zien. Het moet niet te massief worden, de trap. Dat is het probleem. Alleen denk ik niet dat dat op deze manier een probleem gaat worden. Oeh, hier, dit is een probleem. Ah, wacht. Ik zie wat het probleem is. Kijk, zo. Ah! Ik wist dat dat ging gebeuren.
Oké, deze keer niet in F5 proberen te kijken wat ik aan het doen ben. Ik zal zo aan doen en toen sprong ik er per ongeluk af. En ik zie dat dit een beetje... ik weet het niet, ik denk dat hij toch oprecht massiever moet. En gewoon maar zoals dit moet dan. Dan maar gewoon zo te werk, denk ik. En dan kan ik dit netjes doen met glas zo. Ik denk het wel. Hier, zoals dit. Dat ik het dan omhoog laat lopen. Of gaat dit... dit gaat niet mooi worden, denk ik. Nee, dit is niet mooi. Wacht, ik heb een idee. Want als ik het hier wel gewoon helemaal dichtbouw, zo. Ik kan dan hier ook het balkonnetje meer weghaal en hier gewoon daadwerkelijk een platform van maken. A few moments later. Oké, na een beetje klooien, jongens, heb ik het denk ik uitgevonden. Ik heb hier een soort trappetje nu gemaakt omhoog. En hij is aan één kant afgebakend en aan de andere kant niet. En in plaats van dat je via mijn balkon gaat, heb ik hier gewoon een nieuwe doorgang gemaakt. Het enige is dat dit tafeltje, die moet dan even weggehaald worden. Want hij staat nu een beetje in de weg. Het hele design hierboven wordt ook weer een beetje aangepast. Ik sta lekker een beetje aan het klooien, jongens. Oké, dan hebben we... Oh, ik heb wel veel te veel spullen bij me op het moment. Wacht even, hoor. In de oceaan. Weg ermee. Zo. Ik moet dan even zo meteen nieuwe carpets bijhalen. En ik denk dat hier de doorgang dan ook meer zoals dit gaat. Even kijken hoor. Je kijkt, nu is het echt een deur die open staat, zie je? Zie dat hij dan zelfs eentje lager kan, zo. Nu is het echt een glazen deur die is geopend. Dan moet hij ook aan beide kanten moet hij even zo. Ja, kijk. Nu is het echt een glazen deur, zie je? Dat is echt leuk. Het is alleen niet helemaal in het midden, zie ik nu. Wacht even hoor. Dit beter nu, zoals dit? Ja, maar misschien... Nou, ik kan niet nog eentje verder bij elkaar. Ik denk dat dit wel leuk is. En dit brengt je dan gewoon naar mijn kistkamer. Dus dit is gewoon een privékamer. Hier doe ik ook een deurtje erin bouwen. Hier misschien een gezellig zitje of zo buiten, weet ik veel. En dan hier mijn kisten. Maar laten we eerst het balkonnetje hier even maken. Dat is eigenlijk de hoofdreden waarom ik het hier wil hebben. Omdat ik dan een balkon heb die uitkijkt over de rest. Ah, misschien moet ik niet eens een balkonnetje doen, jongens. Maar misschien gewoon een... ik heb een beter idee. Ik heb al veel balkonnetjes, weet je. Dat doen we al veel. Dus wat nou als ik gewoon zo doe. En dan dat gewoon met glas helemaal zo afsluit, zoals dit. Niet meer zoals dit. En dan doen we het helemaal dichtbouwen. Op deze manier. Ik denk dat dit is veel leuk. Ja, dit is veel leuk. Nu voelt het echt als een soort privé-office of zo, weet je. Als ik hier nu sta. Oh ja, dit is leuk. Dit vind ik heel leuk. Oké, dan heb ik nu zoveel mogelijk kisten nodig. En dan ga ik het even helemaal netjes inrichten. Dan heb ik gelijk even wat grijze wol mee voor het pad daar naartoe. 18 kisten, maar ik heb wel meer nodig. Heb ik nog genoeg hout? En barrels, die ga ik ook meenemen. Oké, waar gaan we het doen? En hoe gaan we het doen? Ik denk kist. Even denken. Nogmaals, ik heb niet zo heel veel nodig, hè, jongens. Dat is het voordeel dat ik hieruit kan halen. Ik neem al heel snel genoegen met niet zoveel kisten. Zo. Dan wil ik trapdoors gebruiken om het, zeg maar, dicht te bouwen. En ik denk dat dat serieus voor mij zijnde al genoeg had zijn. Zoveel kisten gebruik ik nooit in Minecraft. Dus kan ik hier dan nog wat leuks doen. Een plantje of zo. Het leuke is, dan hebben we hier beneden gelijk ruimte voor meneer KB zijn cafeetje. Want hij stuurde natuurlijk in de mail of in de post die hij had gestuurd van... Hey, ik wil een KB's caféhoekje maken. En dat kan gelijk mooi hier, jongens. Hoe leuk is dat? Gelijk ruimte voor dan. Kijk, kunnen we hier trapdoors tegenaan plaatsen? Zo, dan ziet het eruit als er gewoon een paar opslagdozen. Dan hierboven wil ik stairs hebben. Zo. Hetzelfde hier, dan baakt het dat mooi af. Dan hier kunnen mooi slabs. Oh, dit gaat mooi worden, jongens. Hier doen we wat andere leuke details, zoals heel veel groen doen we hierin. Zo. Kan hier nog een leuk matje in het midden. Ik ben een grijze wolf vergeten, dat meen je. Dat is irritant. Dat is behoorlijk irritant. Hier doen we het gewoon helemaal door laten lopen. Weet je, zoals dit gewoon. Kijk, nou, een hele groene muur hebben we erin zitten. Ga ik ze vast een beetje indelen. Alleen ik ga dat niet op de hele video doen natuurlijk. Want dat is voor jullie echt behoorlijk saai als ik al mijn kisten ga indelen. Ik denk niet dat jullie daar zoveel zin in zouden hebben. Dus jongens, laten we dat gewoon even snel doen. Zo makkelijk kan dat gaan, jongens. We hebben alles naar deze verdieping toe geteleporteerd. Of geteleporteerd, weet ik veel hoe ik moet zeggen. Voor jullie is het geteleporteerd. Voor mij was het een stom klusje. In ieder geval, alles is hier. Ik heb alles hierheen gebracht. Er zijn nog een paar kisten leeg. Ik heb deze ook iets uitgebreid. En meer dan dit heb ik oprecht op het moment niet nodig. Misschien dat ik in de toekomst meer nodig heb, maar ik denk het niet. We hebben hier dan altijd nog ruimte voor nieuwe dingen. Of misschien in het midden of zo, weet je. Maar goed, voor nu. Ik wil heel graag mijn grijze blok hebben. Die heb ik als goed is hier gestopt. Ja, want dan kan ik even een leuk tapijtje toevoegen. Die kunnen we mooi hier in het midden doen. Ik denk zoals dit is. Dit is perfect. Dan gaan we een beetje willekeurig maken. Zo, dan hier... Zo, kijk, dit is een beetje willekeurig. Grijze blokken terugstoppen, blauwe hier. Nou, jongens, wat een... Oh, dit moet weg hier. Wat een... Er kunnen we hier ook licht onder doen. Ik kan mijn zin eerder niet zeggen tot ik echt tevreden ben. Wacht even, hoor. Doen we hier even dit onder en hier even dit onder. Zo, zo. En dan kan ik nu zeggen... Wat een leuke, kleine, schattige chestroom. Met uitzicht op de basis hier.
staan ze ook niet meer in de weg te kisten. Gewoon een trappetje hier naar boven, hier naartoe. Oh, dit moeten we gelijk maken. Gaan we gelijk fixen dat hier ook gewoon een pad naartoe zit. Al is het gewoon zoals dit, weet je. Tot hier gaat hij en meer is ook niet nodig. Ik denk dat een deur ook wel gewoon een normale deur hier nodig is, nu ik het zo zie. Het is een beetje random dat je daar gewoon zo naar buiten kan lopen, maar dat de kantoren wel een deur hebben. Heb ik nog deuren toevallig? Ja, 3. Nice. Hier eentje, bonk, een deur. En dan denk ik dat ik hier toch ook gewoon een deur ga maken. Zolang het niet te veel, dat het niet te random gaat worden. Oké, dan wil ik hem vanaf hier hebben. Wil die basis weer slopen. Kijk, zoals dit. En dan hier gewoon ook een deur. Hoppakee, dan moet het tapijt moet even iets opgeschoven worden. Zo, en dit ziet er dan prima uit. Een beetje rommelig misschien, omdat hier... Nou, op zich, dat komt wel goed, jongens. En dan kunnen we hier... Wat kunnen we hier nu maken op dit plekje? Hier even goed, niet gewoon zo'n soort kantoordingetje staan. Misschien kan hier het koffiezetapparaat. Dat zou nou een goede zijn, hè? Maar dat is wederom niet mijn taak, jongens. Dat is de taak van meneer KB en van Justin. Want zij zouden het koffiezetapparaat maken. Die heb ik nog niet gezien. Ik weet niet wat dit te betekenen heeft, maar ik wil nog steeds een koffiezetapparaat op dit bedrijf. Oh, maar hij gaat natuurlijk een caféhoekje maken, die meneer KB hier beneden. Dus dat, dan is een koffiezetapparaat ook niet meer nodig. Laten we even een leuke sign hier natuurlijk. Aan deze kant. Chest room van Walnoot. Kijk. Hoppakee, chestroom van Walnoot. Hoe leuk is dat, jongens? We hebben een nieuwe doorgang. En als je hierboven komt, valt het ook gelijk op dat daar gewoon een nieuwe deur zit. Ik ben helemaal tevreden. Laat even in de reacties achter wat jullie hier willen, jongens. Willen jullie dat ik hier een klein tuintje maak? Misschien een klein zitje? Verzin het. Misschien hebben jullie wel leuke ideeën. Maar voor nu. Ik weet toevallig dat onze heer Rick Force, oftewel Stink Force, online is, jongens. Laten we heel even naar zijn basis toe gaan. En dan gaan we hem heel even bespioneren. Want ik ben benieuwd wat hij aan het doen is. Moeten we even dit stukje hier zwemmen? Oh, hij is verder gegaan. Zijn kasteel is groter aan het worden, jongens. Oeh, de concurrentie begint nu wel een beetje te kriebelen, moet ik zeggen. Aan het begin was Rick nog een beetje een klein achterstandje. Maar nu ik het zo zie, dit begint toch wel een aardig kasteeltje te worden. Oh, hij is hier ook. Kijk, daar is hij. Hij beweegt. Oké, hij mag me niet zien. We moeten zoveel mogelijk shiften. In de hoop dat Rick ons niet ziet. Misschien kijkt hij mijn kant niet op. Laten we even snel zwemmen. Even snel zwemmen. Oh, doorzwemmen. Misschien ziet hij mijn nametag niet. Wat is groot aan het worden, jouw kasteel, Rick? Oké, hier shiften we weer. Oké, wat is hij aan het doen? Wat is hij aan het doen? Hij staat daar. Oh, hij staat daar gewoon. Misschien dat hij me niet door afgaat. Kunnen hier zo lang mogelijk staan en hopen dat hij niet door heeft dat ik hier sta. Oh, hij heeft me door. Nee, hij heeft me door. Nee, rennen. Vlucht. Vlucht voor ons leven. Dat was een hele snelle missie, jongens. Ik dacht dat ik hem wel langer had kunnen bespioneren voordat hij ons door had. Rick. Max, wat doe jij hier? Had mij betrapt op mijn spionage. Ik was hier al een half uur aan het spioneren. Ja, ik heb alles gezien wat je aan het doen was. Ja, ik heb alles gezien. Ik heb echt schokkende beelden. Ik ga dit ook aan de publiekelijke omroep ga ik dit delen. Dan wat kan iedereen beelden? Zien wat... Dat, ja, gewoon dat jij stinkgoors bent en zo. Zelfs op de camera zie je de groene walm van je af. Dat is helemaal niet waar. Hey, ik kom hier omdat ik graag een rondleiding eis. Je eist een rondleiding. Ik eis een rondleiding. Ik, als betere partij van deze oorlog, eis een rondleiding. Anders zal de hel op jou regenen, wat sowieso zal gebeuren. Maar er zal nog grotere hel op jou regenen. Nou zeg. Okay, ja, maar je mag wel even een rondleiding krijgen. Ja, ik wil even kijken wat voor miserig dingen jij allemaal hebt. Zoals je ziet is de stinkberg is weg. Ja, je hebt het helemaal plat gewalst. Ja, je hebt ook een paar robins heb je op je eiland. Ja, klopt inderdaad. Dit zijn mijn twee beste vrienden. Ga je beste vriend opeten? Nee. Je eet hem ook rauw. Hier, ik heb er nog geen. Nee. Dan krijg je, Rick. Oké, laat zien. Oké. Nou, in ieder geval welkom bij de grote poort. Veel groter en machtiger dan die van jou. Ja, van hout. Eén vlammetje erin, het is helemaal weg, ik snap. Ja, maar dit is onvlambaar. Tijdelijke woning van Rick Force. Dit is mijn tijdelijke woning. Kijk, ik ben dus vanuit de berg ben ik hier naartoe gegaan. Tijdelijk in je toren. In mijn toren, kom binnen. Dit ziet er leuk uit. Hier heb je hier zilver, zie ik al, geen goud. Ja. Arme sloeber dat je bent. Wat heb je nog meer? Hier heb je je bed. Ah, niet eens een bed. Nee, zeker niet. Nee, het bed zit hier boven. Een vogel, die gaan we ook doden. Nee. Grapje. Nee, die moet ik nog een naam geven. Oké. Kom mee. Oké. Ik vind het wel leuk. Leuk interieur dit. Jawel, toch? Ja, hier gewoon nog wat meer opslag. Nog meer kissies, inderdaad. En dan hier heb ik prachtige twee bedjes. Wie is het andere bedje? Ja. Daar kan ik niks over zeggen. Is er ook een mevrouw Goors toevallig? Nee, Goors sowieso niet. Oh, geen mevrouw Goors. Wat is dit? Oh. Kijk, hier kan je heel het fort doorlopen. Ik was al bezig met een beetje dingen uittekenen. Je over de muur lopen. Mm-hmm. Ja. Morgen komt het bouwbedrijf, dus dan staat alles klaar. Het bouwbedrijf? Ja, je denkt dat ik zelf gebouw. Heb je alles zelf gebouwd? Ja, natuurlijk.
Dat is wat een goede oorlogsmisdadiger. Tuurlijk niet. Je moet je macht. Je bent toch machtig? Je hebt toch veel geld? Dan koop je toch dingen? Denk je dat ik dit allemaal Nee. Heb je alles bij met de hand gedaan? Bij mij zitten passie en liefde zitten in mijn gebouw. Nou, dat is er niet aan af te zien. Wanneer ben jij voor het laatst bij mij geweest? Geen idee. Oké, okay, nou dit ga jij ook een rondleiding bij mij krijgen. Oh, dat vind ik leuk, dat vind ik leuk. En ook trouwens even foto's aan maken van alles. Nee, hey. Er zit zo'n zwakke muur daar. Nee. Zwakke muur. Die tralies daar door de muur. Die tralies ziet er zwak uit. Glas, ja, dat tikken we glas, door. Dat kan ik zeggen, dat tik ik zo door. Hé, hey, maar ik zie dat je niet hier door kan lopen. Dat is afgesloten. Nee, nog niet. Dat betekent dat je niet daar door moet breken. Okay, nee, je moet wel echt via de voorkant. Ja, ik moet wel echt via daar naar binnen. Kan die poort ook naar beneden? Werkt die ook? Ja, zeker. Laat zien. Nee, ik ben dus momenteel... momenteel niet. Nee, dat is automatisch. Om 12 uur s'nachts, dan gaat hij dicht. Ja, ook dat is gewoon een soort van timer staat er. Ja, er zit een timer op. Ik kan hem ook nog wel handmatig, maar dat wil ik gewoon niet laten zien. Nee, dat snap ik. Dat is, dan zie ik de tactieken en dan weet ik waar je dat doet. Ja, en dan precies, ja, kan ik dat in mijn voordeel gebruiken zo natuurlijk. Ja. Dat ik totaal niet waarom ik het kijk, en hier bovenop kan je naar... Hier kan je boven de poort lopen. Ah, dit is cool. Dit is serieus heel cool. Een soort geheime doorgang is het wel een beetje. Ja, vet, hè? Ja, en deze en dan hier. Jee, man, er zit lelijk voor binnen. Hey, echt niet normaal. Ja, hey, gast. Wat doe je nou stom, man? Maar in ieder geval, ja, dat is een beetje de progressie tot nu toe. En de prachtige boot natuurlijk. Ja, ziet er wel leuk uit. Dan kan je gewoon op de toren staan. Ja. Ja, hoe kom jij aan die boot? Heb je die zelf gebouwd? Die heb ik van Justin gekregen. Van Justin? Hoezo heb je die van Justin gekregen? Ja, Justin kwam met een cadeautje. Voor jou? Ja. Wanneer? Oh, echt al een tijdje geleden. Heeft hij je nog meer cadeautjes gegeven? Ja. Maar zoals? Nee, die ga ik niet laten zien. Die ga je niet laten zien? Nee, dat zijn cadeautjes voor mij alleen. Die zijn niet voor jou. Vind ik erg verdacht dit. Hoezo dan? Hier kom ik later op terug. Oké. Hier kom ik later op terug. Hé, maar deze poot heb je van je... Oké, goed om te weten. Je komt dus een haventje, denk ik. Ja, dit wordt een havengebiedje inderdaad. Met ook nog een mini-muur eromheen. Niet zo groot als die. Maar wel een klein muurtje eromheen. Dat vind ik al een mini-muur, dat zeg ik het zelf, maar... Je hebt niet eens muren. Ik heb geen muren nodig, Rick. Wij hebben feng shui. Ja, je hoort het goed. Wij hebben feng shui. Oh, wat verschrikkelijk. En wat is dit? Ja, dit is, hier mag je nog niet naar kijken. Dit is mogelijk toekomstig, zie ik het al even. Ja, dit is niet mijn design, maar het wordt wel mooi. Maar goed, dat is niks voor jou. Dat is niks voor mijn ogen. Maar jij kwam hier mij dus bespieden een beetje eigenlijk. Ja, en ik wou je eigenlijk ook even onze macht laten zien. Ik wou je meenemen naar mij. Kijk, want nu hebben we jouw troepje hier gezien, weet je. Stenen muren en zo. Prachtig. Ik bedoel, één kanonskogeltje en alles stort in. En dan wil ik jou nu even mijn macht en wederom de feng shui van mijn walnut hoofdkwartier laten zien. Hoe machtig en hoe rijk wij zijn en hoeveel wij geven aan onze werknemers. We hebben zelfs al een bedrijfsuitje gehad, heb je dat gezien? Oh. Wat vond je trouwens van de brief van Julian? Ja, stomme brief. Ja, dat snap ik. Denk je dat een alliantie gaan voeren? Een of andere annulatie of zo. Ja, heel gek. Ja, hij wou het gesprek zelf wel annuleren. Ik snap het niet zo goed. Inderdaad, alleen Julian. Wil je mee naar mijn basis? Laat ik even de macht, de kracht en de feng shui zien. Ja, ik wil even kijken. Ik wil wel even schoenen aantrekken, et cetera. Gewoon even een pakje. Ja, prima. Ja, want ja, dus soms krijg ik al die smerigheid van jou over me heen daar. Hoezo smerigheid? Dus ik doe even een pakje aan en dan meet ik jou daar? Ik wacht daar wel op je. Oké, yo. Yo. Oké, jongens, we zijn weer aangekomen bij het Walnut hoofdkwartier. Alleen, ik vind het nu een beetje verdacht dat Justin blijkbaar een schip gebracht heeft naar Rick. En dat hij ook wel vaker cadeautjes geeft. En hij heeft iets over een pak aantrekken, Rick. En zolang het maar niet het pak is met de extra dikke trui, een broekje, een paar schoenen en de muts. De muts heb ik alleen niet op het moment. Maar als Rick met hetzelfde pakje hier aankomt, dan weten we dat Justin dus gewoon een vieze Rick is die aan beide kanten speelt. Dat hij en Rick helpt en mij helpt. Justin, als dat het geval is, ben je een verrader. Oranje shirt gast. Verrader. Ja, laten we even afwachten hoe Rick hier komt en zien. Oh, wacht trouwens. Ik moet me wel even mooi omkleden. Jongens, we hebben een grandioos terugkeer van de butler. Hij is er weer. We gaan Rick ontvangen met de butler outfit. En dan kunnen we onze macht nogmaals laten zien dat wij zelfs butlers hebben die mensen verwelkomen en zo. Niet gewoon dat ik hetzelfde, maar dat er een butler is. Ook al ben ik stiekem zelf de butler, maar zeg dat alsjeblieft tegen niemand. Niemand gelooft. Niemand weet dat ik de butler ben. Het is echt één groot geheim. Ah, geachte stinkgoors. Welkom bij het Walnut hoofdkwartier. Ik ben de butler van Max, oftewel Walnut. Dat gelooft iedereen. Het is echt zo. Ik ben echt de butler. Welkom. Treed toe. Ik ga je een kleine rondleiding geven door het hoofdkwartier van Walnut. Hij had zelf geen tijd, want hij is veel te druk met het plannen van oorlogen. Dus hij kon zelf helaas hier niet aanwezig zijn. Maar kom binnen vooral, zou ik zeggen. Ja, waar, hoe moet ik binnenkomen? Ja, dat is dus nu al het probleem. Stinkgoors is eigenlijk niet welkom. Alleen mensen die hier gewoon standaard zijn, kunnen hier zijn. Maar ik zal speciaal voor jou, omdat ik een hele goede butler ben, zou ik even
even een pad maken. Dan moet je wel even helpen met dichtmaken. Ja, ik heb... Oké, welkom. Nogmaals, ik ben de butler. Laten we beginnen met hier even kijken naar het gebouw zelf. Het lijkt natuurlijk prachtig op een mooi gebouw. Je hebt inmiddels ook al een W daarboven van Walnut. Zo machtig als het hier is. Daar, ik zie de W niet. Daarboven. Oh, daar. Daar hebben we een W, natuurlijk. Ik snap dat je niet zo gewend bent om zo je hoofd helemaal naar boven te kijken. Omdat je niet gewend bent aan deze grote, machtige gebouwen. Zo. Ja, de W van walgelijk inderdaad. Ja, oké, dan gaan we verder. Dan hebben we hier gelijk al wat feng shui buiten, om mee te beginnen. En om onze macht te tonen, hebben we hier een heilig zwaard. En we hebben hier natuurlijk een Robin Trident. Jeetje. We gaan binnenkort naar de trofeeënkast. En dan kom je binnen hier in een mega mooie entreeruimte. Nog druk in aanbouw natuurlijk. Je hebt hier mooie lampjes. Fakkels inderdaad. Om aan te tonen dat wij ook natuurlijk nog onze holbewoner roots... Zitten onze holbewoner roots willen we niet achter ons laten. Omdat wij aan de toekomst denken, maar ook aan het verleden, Rick. Ja, je zit dus eigenlijk gewoon nog in je oertijd. En je moet, zit nu nog zeg maar met een steen. Wij denken aan onze Neandertalen van vroeger. Hier komt binnenkort meneer KB's zijn prachtige cafeetje. Iedereen is welkom behalve Stinkgors. Oké. En wie is dat dan? Stinkgors? Ken ik niet. Dan hier hebben we nog wat extra feng shui, puur voor de groenigheid en zo. En als we dan even doorlopen. Even voor de duidelijkheid, feng shui, dat is, ik weet natuurlijk wat het is, maar wil je dat even aan mijn prachtige outfit uitleggen? Want die snapt het niet helemaal. Feng shui betekent, Rick, dat betekent gewoon groen en weet ik eigenlijk niet hoe ik het zou zeggen. Ik zeg het al echt heel veel aflevering, maar ik weet eigenlijk niet wat feng shui nou specifiek betekent. Nee, we hebben hier, voor onze dieren hebben wij een prachtig uitzicht bezorgd onder de oceaan. Zo kunnen ze communiceren met dolfijnen, met vissen en andere dieren. Je hebt hier een zeedier, heb je hier op het land liggen. Ja, hij kan, zeg maar, kwijlen naar water en denken van, daar wil ik eigenlijk zijn. We proberen ook een beetje... Nee, mag het niet. Zeg maar, dit is ons experiment. Uiteindelijk ga jij dat zijn. Wat? Die schildpad? Ja. Nee. Nee, oké. Nou, dan gaan we even door. Dit zijn onze tuinen. Het is ook nog niet af op dit moment, maar we zijn er ook mee bezig. Het ziet er allemaal wel een beetje karig uit, inderdaad. Dan lopen we hier even door naar onze lift. Ja, je hoort het goed. Wij hebben lift hier. Dan gaan we even de lift naar boven pakken. Zeik nat van die lift. Ja, maar daar heb je een outfit voor aan. Nou, welkom op het hoofdkantoor. Dit is waar alle anti-Rix spullen gebeuren. Hier zijn we druk mee bezig om elke dag nieuwe materialen te vinden. Elke dag nieuwe mogelijkheden te vinden om Rick, oftewel Stinkgors, te vernietigen. We zijn druk bezig met algoritmes en weet ik veel wat allemaal om leuke pranks te bedenken. We hebben hier het kantoor van Oranje Shirtgast. Hele leuke gast. Grappig om mee te communiceren en zo. Ja, hele leuke dingetjes. Ja. Dan hebben wij hier het kantoor van Chefkok Plus KB. Brengt ons de meest lekkere experimentele taartjes en andere dingetjes. Oké. Hij heeft ook een barbecue, zie ik. En hier hebben we mijn kantoor, daar mag jij niet naar binnen. En hier hebben we mijn chestroom en daar mag je ook niet naar binnen. Dat is verboden terrein voor jou. Ik bedoel, hier hebben we Walnoot zijn kamer en Walnoot zijn chestroom. Ik wil zeggen, want ik ben de butler. Ja, waar is jouw kantoor dan, butler? Ja, die heb ik niet. Ik kom en ga wanneer ik nodig ben. Oké, vreemd. Mm-hmm. Ja, oké. Ja, tof. Ja, leuk toch? Ja, en dan hebben we hier de trofeeënkast. Hier hebben Walnoot, meneer KB en Oranje Shirtgast hebben hier een bedrijfsuitje gehad. En dit is de eerste trofee die ze hebben bemachtigd. En uiteindelijk is de hoop dat ze hier in de toekomst ook nog leuk het hoofd van Stinkgors neer kunnen zetten. Oh ja, precies. Jeetje. Vind je ervan? Ja, wat moet ik van vinden? Kijk, ik had wel meer verwacht eigenlijk. Hoezo meer van? We hebben zelfs mooie kunst van het plafond hangen hier. Kijk, kunst is het zeker, maar niet elke kunst is mooi, hè? Dat wil ik even duidelijk zeggen. Maar kijk, ja, weet je wat het is? Nou? Jouw baas, die is natuurlijk al veel eerder als mij begonnen. Die dan heeft tegen mij... Mm-hmm. Iets ja, zelfs onze grammaticale... praatstoffen, dat is een goed woord, zijn beter dan die van jou. Praten gaat je beter af dan schrijven, inderdaad, dat klopt. Maar... wat wil ik nou zeggen? Ja, jouw baas is natuurlijk veel eerder begonnen. Dat is niet waar. Echt wel. Hoezo eerder begonnen? Hij heeft mij uitgedaagd, dus hij heeft meer de tijd gehad om zich voor te bereiden. Ik niet. Jij daagde hem uit volgens dat is boek. Niet ik heb hier nog een. Ik heb hier nog een boek liggen in Walnut zijn kantoor. Dan gaan we toch heel even naar binnen. Ja. Kijk, en die zegt... Jeetje, wat stinkt het hier? Ik wacht hier wel. Dus jij durft een oorlog tegen mij te starten? Nou, dat is helemaal gelogen. En dan zeg je hier. Komt-ie. Wat is dit? Wat? Heb ik dit geschreven? Dit heb jij geschreven. Oh ja, dit heb ik geschreven. Zie je? Jij accepteert de oorlog. Dus tegen die tijd dat jij geaccepteerd had, had jij eigenlijk al veel meer tijd om voor te bereiden dan Walnoot. Nee, dat is niet waar. Want jij was al mee. Begonnen. Ja, dat boekje staat daar zodat Walnoot elke dag kan kijken en weten waarom deze oorlog het leven gaat kosten van Rick Force. Kom mee.
Oh ja, sorry. Wat ben je aan doen? Nee, ik was even aan het kijken. Ah, nee, doe je niet. En ja, dat was het. Dat is op het moment. Kijk, hierboven hebben we trouwens nog meer Feng Shui. Allemaal mooie tuinen, binnentuinen en zo, weet je. Begint weer. Oké, ja, mooi. Dan nemen we hier de lift naar beneden. Ja, en waar voer je nou precies zeg maar, de oorlog uit? Want kijk, ik heb grootse plannen, maar ik zie nog niet echt bij jullie... Ja, wij hebben computers, Tarik. Wij zijn met e-mails online bezig. Wij hebben drones. Wij hebben... Met e-mails? Wij zijn algoritmes zijn wij aan het schrijven om jou te vernietigen. Oké, okay. Dus jij bent bezig met e-mails? Ja, e-mails, algoritmes. Ja, Facebook. Facebook? Ja. Ah, hoe komen die hier? Ja, dit zijn mijn troepen. Dit zijn mijn troepen. Dit zijn jouw troepen. Pak ze, jongens. Pak ah. We wouden de butler hostage nemen. Maar dat... De butler hostage nemen. Shit. Nou, ik zou zeggen, succes. Ga maar terug naar je middeleeuwse kasteel. Pak hem, pak hem. Waarom vallen ze mij alleen aan? Ja. Hoe kom je trouwens aan die outfit? Deze. Waar komen die beesten vandaan? Wat is dit ja. Anders? Ik moet ze iets beter trainen, heb ik al wel door. Ja, maar waar kom je aan die outfit? Deze outfit, deze heb ik gekregen. Van wie? Ja, pak hem. Hey, ja, pak hem maar, jongens! Nee. Het zijn mijn mini-troepen! Nee! Je hebt ze echt heel hard gejuked. Je had ze echt heel hard gejuked. Ze sprongen allebei naar beneden. Nee, joh. Ja, nee, een cadeautje. Van wie? Supersterk. Ja, dat ga ik niet zeggen. Dat is mijn geheim. Oké, dan wil ik nu dat je weer het eiland verlaat en eigenlijk nooit meer terugkomt. Ja, nee, ik kom, en of ik hier terugkom. Hoezo en of je hier terugkomt? Het gaat met de grond gelijk. Dat is niet waar. Ga eraf hier. Spring eraf. Nee. Ga maar zwemmen. Ga maar zwemmen. Nee, ik wacht op mijn boot tot die aankomt. Ga jij lekker wachten op je boot. Doe je steek, Gors. Dag, butler. Tot de volgende keer. Ik zal de groetjes doen aan Walnoot. Wanneer die misschien nooit tijd voor je heeft. Maar waarschijnlijk heeft hij nooit tijd voor je dag. Oh, wacht even. Dag. Oké, jongens. Ik denk dat hij het gelooft. Ik denk dat hij niet doorheeft dat ik daadwerkelijk Walnoot ben. Alright, jongens. Ik denk dat ik volgende aflevering weer een goede prank wil uithalen op Rick. Ik was nu heel even aan het wachten tot hij iets verder was met zijn basis. Voordat ik hem weer zou gaan pranken. En weet ik wat. Want dan is er natuurlijk ook voor hem tijd om daadwerkelijk progressie te maken. Als ik hem alleen maar ga vol beladen met pranks. Dan kan hij natuurlijk ook uiteindelijk niet verder bouwen. En wij hebben nu ook weer even veel progressie gemaakt. Er is een chestroom gemaakt. Dus voor nu wil ik even de video afsluiten, jongens. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet zeker even niet te liken en te abonneren. En weet je wat het leuk is? Je kan ook de oorlog compleet volgen vanaf Rick zijn kant. Kijk zeker even naar Rick zijn YouTube kanaaltje. Linkje staat in de beschrijving. Hele goede aanrader. En dan nu, hoepza! Kijk lekker deze video. Dit is namelijk het vorige deel waarin er ook van alles is gebeurd. Zeker even kijken, zeker even liken. En nu spreek ik later glaasje water. Tot de volgende keer.